Rita, laten we eerst even kijken. Dat is misschien aardig. Wij noemen dat op onze redactie wel eens een beeldbrug. Dat is dan een beetje beeld over het onderwerp. In dit geval over Rita Verdonk. Gememoreerd door Freek de Jonge in de nieuwjaarsconferentie. 1 januari. Oh, wat kanker hebben we graag met elkaar. Oh, wat hebben we toch een hekel aan ons land. En al die kankeraars en mopperaars die hebben zich verzameld onder de naam Trots op Nederland. Laat het zeilmeisje maar even zien. Ah, ja, zo fantastisch. Hè? Ik heb opnames van die foto. Kijk, hier zit een fotograaf voor op de plecht. En daar heb je Rita. Kijk, die fotograaf zegt, kijk maar even in de lens. Moet je kijken wat er gebeurt. Goed, genoeg gelachen. Wij vonden zeilmeisje vonden we nog wel leuk. Had u het zelf meegekregen, deze nieuwjaarsconferentie? Nee, ik had hem niet meegekregen. Ach, ik denk ook dat hij al achterhaald is naar het resultaat van gisteren natuurlijk. Juist, wat was het resultaat van gisteren? De presentatie van 38 gemeenten waarin wij meedoen. Zuidplas doen we al mee, dat is 39. Vandaag is bekend geworden dat we ook nog meedoen in de gemeente Heerden. En we hebben een hele goede lijst in Rotterdam. Alleen nog niet die goede lijsttrekker. Dus als die nog komt van de week, dan gaat Rotterdam ook door. Ja, want Rotterdam is een belangrijke plek, hè? Alle om je te manifesteren, toch? Alle gemeentes in Nederland waar burgers zeggen van wij willen dat iedereen in Nederland gewoon weer trots kan zijn op Nederland. Ja. Heel veel mensen zijn dat namelijk niet. Nou, dan, daar doen we mee. Nu is het wel zo dat er Tweede Kamerleden, dus directe collega's van u zijn, die gedurende deze periode ook gewoon lijsttrekker zijn in zo'n gemeente. De PVV doet dat bijvoorbeeld ook. Dus u zou ook zelf de lijsttrekker in Rotterdam kunnen zijn. Nou, steeds voor. Ik ben fractie. Ik heb mijn eigen fractie. Ik weet dat het druk is, maar het zou tweede toch is, ik doe trots op Nederland. Wat denk je dat mijn man zou zeggen als ik thuis zou komen en ik zou zeggen van Peter, ik heb een verrassing. Ik ga ook nog het raadslidmaatschap doen. Ik denk dat hij zou zeggen, nou, ga ergens een fleetje zoeken. Nou nee, ja, is dat geen win-win situatie? Nee, zeker niet. Maar geen nieuws bij jou thuis zit, maar bij mij thuis. Maar wij staan heel snel weer in een situatie. Maar toch even nog. Is het zo dat u nu wel zegt van ik zou die man of vrouw, die zou zich deze week nog moeten melden dus? Ja. Juist. En waar zou hij of zij aan moeten voldoen? Wat is het belangrijkste wat hij moet kunnen om nog lijsttrekker in Rotterdam te kunnen worden? Nou, natuurlijk moet hij de visie van Trots op Nederland onderschrijven. De uitgangspunten moet hij onderschrijven. Ten tweede, moet het iemand zijn met een goed voorkomen die een duidelijke, heldere boodschap kan neerzetten. En die inderdaad mensen kan enthousiasmeren. Hè, die een positieve uitstraling heeft. In tegenstelling tot wat Freek de Jonge graag naar voren brengt. Een positieve uitstraling, dat is wat we zoeken. Mensen met een positieve uitstraling die de mouwen op willen stropen. Dat zijn de mensen die we zoeken bij Trots op Nederland. Dat was ook gisteren aan de orde, die positieve uitstraling bij de presentatie. Laten we even kijken naar beelden van gisteren. Na het succes in de gemeente Zuidplas in november bij de tussentijdse verkiezingen doet de partij straks mee in 38 gemeenten. In Rotterdam, waar ze graag had meegedaan, vond Verdonk geen goede mensen. Maar voor onder andere Amsterdam, Utrecht, Maastricht en Den Bosch zijn er wel kandidaten waarmee ze het aandurft. Ton kijkt vooral naar zichzelf en naar de toekomst. En als ze lopen te zeiken over een paar slordigheidjes die er in de partij zijn gebeurd, kijk, praat daar nooit over meer met de pers. Ja, kijk alleen maar vooruit. Want jullie hebben een geweldige toekomst. Jullie hebben een geweldig programma en jullie zijn geweldige mensen. Grijp je kans. Is dit niet gewoon de lijsttrekker van Rotterdam? Nee hoor, dit is Willy Brood, dat zag je. En die is vanaf het begin af aan gewoon heel loyaal geweest aan Trots op Nederland. En het is ook nog steeds verbazingwekkend als hij op straat loopt, hoeveel mensen hem nog steeds aanspreken en aan hem vragen van, kom je nog een keer terug op televisie en zo. Dus ik ben... Is een goede lijstduwer dan misschien? Nee, lijstduwers doen wij niet aan bij Trots op Nederland. Nee, dat is echt volksvlakkerij. Je zet een bekende Nederlander aan het eind van de lijst, maar die bekende Nederlander die zegt al aan het begin van, ja, burgers, leuk als jullie op mij stemmen. Maar ik ga niet in de gemeenteraad. Of ik ga niet in de Tweede Kamer. Nou, dat doen wij niet aan. Als je op die lijst staat en je wordt gekozen, dan zit je erin. Klaar. Juist. Zullen we even gaan praten? Want u heeft ik kan natuurlijk niet iedereen meenemen, maar u heeft toch een aantal, aantal mensen meegenomen. En Suzanne zit in het midden. Suzanne den Dulk, hè? Ja, klopt. Ja. Wat is de gemeente waarvoor u uitkomt? Alkmaar. En was u al lang lid van de beweging van mevrouw Verdonk? Ja, een kleine 2 jaar.
Juist, dus eigenlijk al vanaf het allereerste begin? Ja, van rond 3 april toen, de lancering. Daarvoor had ik me al aangemeld, ja. We hebben gehoord dat u de Alkmaarse Rita wordt genoemd, klopt dat? Nou, ja, die geuzennaam heb ik gekregen. Dus nu nog waarmaken, hè? Waarom is dat? Nou, er is een parallel te trekken tussen de politieke carrière met enkele ups en downs van Rita en die van mij. Oh jee. Ook ik heb een liberaal verleden bij de VVD. En nou, daar onze wegen hebben zich gescheiden, zullen we maar zeggen. En daar liggen dan ook die parallellen met Rita. En ja, dan ga je door een dip en dan ga je alleen verder. En dan kom je er sterker uit. En toen kwamen wij elkaar tegen. En toen zei ik van ja, dit hier geloof ik in. Ja. Ik heb te vaak gezien in Alkmaar hoe het niet moet. En samen met Trots op Nederland wil ik het anders doen. En dat voor mij persoonlijk bestaat, dat die aantrekkingskracht voor mij is met name om het met de Alkmaarders samen te doen. Juist. Nou kan ik dat heel... Ik begrijp uw verhaal. Maar ik zou het nog veel meer kunnen begrijpen als u dat 2 jaar geleden of een jaar geleden had verteld. Toen u, mevrouw Verdonk, hoog in de peilingen stond. Er werd gefantaseerd en het had dan met een waarheidsgehalte dat u de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland had kunnen worden. Bij wijze van spreken. Het ging heel goed met u. Nu staat u al heel lang in de peilingen op 0 zetels. Hoe kun je dan al deze mensen in het hele land enthousiasmeren om toch door te gaan? Ja, fantastisch. Dat zijn maar hoe doet u dat? Ja, door heel duidelijk te zijn over die boodschap. Toch steeds heel duidelijk te laten zien dat Trots op Nederland de mensen in het land wil laten meedoen. En natuurlijk, bedoel, daar ben ik natuurlijk voor aan de kant gezet. Hè, van, oh, ze luistert alleen maar, ze doet precies wat de burgers willen. Nee, wij luisteren en uiteindelijk maken we een programma. Dat is wat we gaan doen en dat gaan we ook doen. En dat is wat de mensen ook zo aanspreekt. He, want mensen kennen me goed genoeg om te weten dat afspraak is. He, ik heb me niet laten kennen. Ik ben teruggekomen gisteren met dat... ik ben er echt trots op. Dat aantal, ja, echt, dat aantal gemeentes. Maar ook op die bikkelaars. Dat zijn gewoon die mensen die hebben gedacht... hoezo nul zetels? Die zijn iedere keer op verjaardagen zijn ze aangesproken. Ah, joh, wat moet je nou nog met die Rita? He? En die zijn gewoon doorgaan. Super. Geurt Visser, in welke plaats bent u kandidaat? Bijna Arnoodorp, de woonplaats van Rita Verdonk. Ja. En op welke verjaardag was dat, dat ze tegen u zeiden? Nou, van het weekend nog op verjaardag van de grootouders van mevrouw. En wat zeiden die allemaal over Rita? Ja, ze vinden het natuurlijk een ijzersterke vrouw. Maar ja, iedereen zegt ook van ja, we zien de peilingen. En dat is nou zo jammer. Ze zagen tot voor kort alleen de peilingen. En ze zien nu dat we meedoen in minimaal 38 gemeentes. Ja, dat is geweldig. Komt u ook uit de VVD? Nee, nee, nee. Wat waren de partijen waar u zo al een carrière heeft gehad? Ik heb, nou, een carrière kan je het niet noemen. Maar tot voor kort heb ik fractieondersteuning gedaan bij een lokale partij in Noordorp. Oh, en nooit bij landelijke partijen aangesloten geweest? Nee, nee, nee. Wat is nu de boodschap waarin Trots op Nederland zich onderscheidt van andere partijen? Dus waar u in uw gemeente van zegt, ja, maar dit is nou typisch de lijn die wij uitzetten als partij. Nou, wat voor ons heel belangrijk is dat we ook echt de stem van de inwoners van gemeente Pijnen-Arnoodorp willen laten horen. Dat hebben de andere partijen niet? Nou, die hebben het altijd 3 maanden voor de verkiezingen. En wij hebben dat nu de afgelopen periode gehad. 3 maanden voor de verkiezingen, nu? Ja, nu 3 maanden voor de verkiezingen. Maar we hebben hierna 4 jaar de tijd. We hebben vrijwilligersdatabase opgezet. En we gaan ook na de verkiezingen gaan we gewoon regelmatig bij de mensen langs op de koffie. Om gewoon te vragen wat hun mening is met bepaalde projecten. En niet zeggen van, nou, wij weten wel wat goed is voor de burgers. Nee, gewoon bij ze thuis langs gaan. Op het moment dat het om een bepaalde straat gaat, herinrichting, dan gaan we naar die mensen toe. Laten we nog even naar een collega aan de rechterkant gaan. Dat is Arnoud Bakhuis. Ik kan u niet heel goed zien, maar... Zo beter. Daar zit ik. Ja. U zit in Den Haag, geloof ik, hè? Ja, correct. Dat is een zware klus, neem ik aan. Daar zit bijvoorbeeld een belangrijk PvdA-kopstuk. Het is een zware klus, maar we hebben ook een fantastisch team achter ons staan met een aantal mensen die nu al in de gemeenteraad zitten voor kleinere partijen. En Den Haag kent natuurlijk zoveel problemen met de huidige partijen die daar zitten, die een dusdanig beleid hebben afgevoerd, waar gewoon het merendeel van de Hagenaars en Hagenezen niet blij mee zijn. Maar goed, daar zit de PVV doet ook mee in Den Haag. Onze doelstelling in Den Haag is echt een met een bezem door het stadhuis heen. En de plaatselijke en de huidige partijen die eruit te krijgen. Ja, dat zegt de PVV volgens mij precies zo. Met de bezem door Den Haag heen en de huidige partijen eruit. Dus wat is uw extraatje? Kijk, nieuwe politiek. Wij doen het wat wij van trots doen. En dat is inderdaad handen uit de mouwen. En gewoon hup, aan de slag. We gaan naar de burgers toe. We hebben genoeg programma's liggen. En dat moet met iedereen. En in de democratie zijn er zoveel partijen die meedoen. En in Den Haag is het niet alleen... Ja, natuurlijk staan de camera's gericht op de PVV. Maar wij zijn van trots. Mevrouw Verdonk, er is gedoe rond een contract
waar geheimhouding wordt opgelegd aan degene. Maar hoe zit dat precies? Krijgen ze inderdaad een boete van 1000 euro als ze iets lekken? Ja, we hebben een geheimhoudingsverklaring. En dat past gewoon in de zorgvuldige procedure die we hebben neergezet. En nou, ik denk dat ik 5, 6 verschillende banen heb gehad in mijn leven. En ik denk dat ik er voor 4 gewoon een geheimhoudingsverklaring heb getekend. Dus ik snap niet. Nou, al die dat hebben wij bij de andere politieke partijen nooit zo vernomen. Nou, dat is zij dan zo. Wij hebben er wel voor. Maar gaat er niet een soort wantrouwen vanuit naar degene die zich voor je willen inzetten? Dat je zegt, ja, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar eens eventjes opstraffen van 1000 euro sanctie. Even tekenen dat je niet lekt. Nee, je moet gecalculeerde risico's nemen. Wij gaan uit van vertrouwen. Gaat uit van wantrouwen. Nee, zoiets ondertekenen. Nee, wij gaan. Ja, maar ik bedoel, er zijn heel veel werkgevers die dat doen. En die zouden allemaal uitgaan van wantrouwen. Dat is natuurlijk groot flauwekul. Je wil van je mensen een bepaalde zekerheid. En dat geeft ook meteen de commitment aan. He, mensen die zeggen van, oké, daar wil ik voor tekenen. Want ik wil er gewoon voor gaan. En ik heb helemaal geen enkele zin om ellende te schoppen. Nou, fantastisch. Maar is dat omdat u heeft gedonder gehad met medewerkers voor uw eigen landelijke partij? Waarvan u natuurlijk met meneer Sinken noem ik even, om in herinnering te roepen. Waarvan u dacht dat in elk geval nooit meer, dat soort gedoe. Nee, zit dat erachter? Oh, kijk eens. Jullie hebben die oude foto ook weer eens een keer tevoorschijn gehaald. Ja, ziet hij er heel anders uit. Jullie kunnen het ook niet laten. Hè? Altijd als het over trots op Nederland gaat, dan moeten we weer even herinnerd worden aan dit soort zaken. Laten we nou eens vooruitkijken. Wij doen mee in 38 gemeenten in Nederland. En ik denk dat dat een super prestatie is van die mensen hier en van al die andere lijsten. Maar de vraag was even, is het nu zo dat mede door dit soort kwesties je zegt van, ik wil gewoon... Wij hebben ervoor gekozen voor een aantal dingen. Ja, ik heb contact opgenomen met de directeur van de AIVD. En ik heb gezegd, hoe kan ik zorgen dat de procedure zo zorgvuldig mogelijk gebeurt? We hebben een landelijke selectiecommissie gemaakt. Natuurlijk zijn er ook plaatselijk allerlei mensen bezig die kandidaten aandragen. Maar die worden altijd door die landelijke commissie bekeken. Die hebben geen enkel belang erbij, geen vriendjespolitiek. Mm-hmm. Daar houden we niet van. We pakken dat heel zorgvuldig aan. Ik kom alleen maar in beeld als ze er samen niet uitkomen. He, dan ligt het meteen bij mij. Er is ook geen enkele tussenlaag. Meteen bij mij. En die geheimhoudingsverklaring die maakt daar deel uit. En weet je wat mooi is? Je kan ook nog lid worden van Trots op Nederland. Tot eind van het jaar. 24 euro. Kijk, kreeg zo'n leuk kaartje. Hartstikke leuk. En die, andere nieuwe beweging, die van Geert Wilders, die zegt, ik red het niet. Hij redt het maar in 2 gemeenten. Hè? In Almere en in Den Haag. En u redt het in 38 gemeenten. Herkent u wel iets van wat Wilders zegt, het is moeilijk om de goede mensen te krijgen? Of zegt u, Wilders, je zoekt gewoon op de verkeerde plekken? Nee, het is moeilijk om goede mensen te krijgen. Ik denk dat we wel 1000 gesprekken gevoerd hebben. Het is echt zo ontzettend hard gewerkt. Er is zoveel tijd in gaan zitten van al die vrijwilligers. Maar het kan dus wel. En waarom? Want ik kan natuurlijk op mezelf makkelijk kunnen maken. Zeg van, nou, we doen het landelijk en we doen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Nee, want wij willen juist dat de gemeente, dat is de overheidslaag die het dicht bij de burger staat, ja, dat we daar meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. Dus vandaar die hele organisatie. Maar loopt natuurlijk het risico, want straks de PVV doet in elk geval mee aan de landelijke verkiezingen. En niet in al die gemeenten, waar u wel zetels kunt halen misschien. Maar straks misschien gaan al die mensen die wel op u stemmen in de gemeenteraad bij de landelijke verkiezingen op de PVV stemmen. Loopt dus het risico dat u geen landelijke podium meer heeft, maar wel in allerlei gemeenten vertegenwoordigt. Misschien gaan al die mensen die op de PVV wilden stemmen nu wel op Trots op Nederland stemmen. En wij laten zien dat wij er zijn voor die burger. Ik bedoel, laten we het eens even de andere kant op zetten. Waarom altijd zo? Het zou zo kunnen zijn dat. Laten we nou eens een keer positief zijn. Zelfs Freek de Jonge zich. Laten we nou eens een keer positief zo zijn. Is het. Kom op. En niet altijd dat gemekker in Nederland. Wij zoeken mensen die de mouw opstropen en die gewoon willen zorgen dat Nederland weer klaargemaakt wordt voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Dat Nederland weer een toekomst heeft. En nou, dat is hard nodig met de huidige gevestigde partijen. Geert, vertel eens een geheim. Dan krijg je van ons 1000 euro. Nee, dat zou ik wel winst willen, maar nee. Het open stokje. Nee, er wordt gewoon vertekend voor een aantal zaken. Je wilt gewoon dat de mensen eerlijk zijn over hun verleden. De lijnen zijn kort. We hebben zelfs sleutels van het hoofdkantoor. Ja, dat kan ik me voorstellen dat je gewoon, goed geregeld wilt. Sabine, is dat bij het CDA ook zo? Nee, wij gaan gewoon echt uit van het vertrouwen van mensen en de eerlijkheid en oprechtheid. Ja, we hebben daar geen verklaring voor nodig. Dat heb je als je alleen vriendjes naar binnen haalt en als je zo echt dat vriendjes op de fiets zet, ja, dan heb je ook geen ruimhouding. Dit is heel makkelijk. Nee, we gaan echt uit vanuit de basis, vanuit vertrouwen. En niet van dat je iets moet ondertekenen omdat je dan 1000 euro een boete krijgt. Hoeveel boetes zijn er al? Wat zei je dan? Hoeveel boetes? Ja, dat is wel een goeie. Jij dacht, dit is wel een grote goudmijn. Nee, ja. 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 De kerstieren.